is het feestje. Mark en Maatje springen uit de auto na een lange, lange rit helemaal naar de camping in Frankrijk. Oeh, wat is het heet hier? Zullen we eerst gaan zwemmen? Vraagt mama. Nou, gaan jullie maar. Dan zet ik de holtkamper op, zegt papa. En dat doen ze. Bij het zwembad zit een dikke badjuffrouw. Ze let nog een beetje op de zwemmers. Hé, jij daar? Niet zo hard lopen. Hé, jongetje. Hier mag je niet duiken. Mark, zegt Maatje. Wat is dat een onaardig mens. Ze schreeuwt de hele tijd tegen alle kinderen. Voorzichtig wil Mark het water ingaan. Als de badjuffrouw naar hem kijkt en wijst. Ze wijst op zijn arm. Nee, ik heb geen pijn in mijn arm, schudt Mark met zijn hoofd. Maar de Franse badjuffrouw blijft maar wijzen en blijft maar kijken. Je moest je wringen dus nog omdoen, zegt Maatje, net zoals ik. Eindelijk zijn ze in het water en kunnen ze spetteren en spelen en duiken. De badjuffrouw gaat op haar handdoek liggen en ze geelt. Ze heeft slaap, maar ja, ze moet wel opletten. Als Mark en Maatje weer bij papa op de camping komen, zien ze hun vakantiehuisje. De holtkamper. Hier is jullie bed. En hij wijst op een kamertje, een tentkamertje, een bed in de holtkamper. Leggen jullie al je speelgoed er maar in, zegt mama. En dat doen ze. Eerst Teun en Ballonnetje, want die mogen altijd voorop. En dan ziet Maarten de roze toverparaplu staan. Zou die het hier in Frankrijk ook doen? Vraagt Mark. Proberen, zegt Maatje gelijk. Ze doen de paraplu open en draait voorzichtig aan de krul van het handvlak. Haar voeten gaan langzaam los van de grond. Kom op, Mark. Hou mijn hand vast. Dan gaan we samen de lucht in. Ze stijgen op. Heel langzaam. Eerst boven de tenten. Boven de campers. Zelfs boven de bomen. En papa en mama zien niks. Die zijn druk bezig met het inrichten van de holtkamper. Dan gaat het plotseling waaien. Kijk uit, Maatje. We waaien naar het zwembad. Gauw omlaag. Mark en Maatje waaien heel langzaam naar het zwembad. Ze zien onder zich de kinderen spelen, heel klein. Ze zien ook de badjuffrouw op haar handdoek liggen. Maatje probeert omlaag te gaan, maar het lukt eerst niet. Het handvat zit vast. Dan proberen ze samen om het handvat te draaien. Plotseling lukt het. Ze dalen heel hard naar het zwembad. Zouden ze in het water vallen? Nee, ze landen naast het zwembad. Precies op de blote buik van die strenge badjuffrouw. De badjuffrouw geeft een schreeuw. Waar ben ik? Wat is er gebeurd? Wat doen jullie hier op mijn buik? Oh jee, ik was in slaap gevallen. Wat goed dat jullie me wakker hebben gemaakt. Nu kan ik weer op alle kinderen letten. En met een lieve stem zegt de badjuffrouw tegen Mark en Maatje: Merci bien.